Welkom bij de tweede aflevering van de Voedselbank op 0181 TV. Vorige week hebben we kennis gemaakt met wat de Voedselbank is en wat de voorwaarden zijn om er gebruik van te maken. In deze aflevering gaan we kijken wat de vrijwilligers allemaal doen voordat de pakketten klaar zijn. Elke week komen in de loods een aantal vrijwilligers samen om de pakketten zorgvuldig samen te stellen. En wat zit er in zo'n voedselpakket? Bijvoorbeeld macaroni en dan krijgen ze ook de saus erbij en krijgen ze ook wat soep erbij en soms lekkere koekjes ook voor de televisie. Dus nou, verschillende lekkernijen eigenlijk. Kunt u een heel opvallend product noemen wat ooit in de pakketten terecht gekomen is? Ja, in de loop van de tijd hebben we toch diverse tropische vruchten erin gehad. We hadden hier een dame die kwam zelf uit Indonesië en die kon uitleggen wat dat voor type vrucht het was, want die hadden we hier nog nooit gezien. En dan heb ik het niet eens over mango's en kiwis, want die hebben we ook wel gehad, maar over, ja, ik ben de naam eigenlijk vergeten, maar die groeide alleen maar op Malacca, Maleisië tegenwoordig. Ja, en zulke dingen, ja, die kwam weer wel eens tegen. In de loods zorgt Anka Bonninga dat de pakketten wekelijks klaarstaan voor de cliënten. En hoe is de onderlinge samenwerking met de andere voedselbanken? Nou, de onderlinge samenwerking die gaat heel goed. Wij hebben een aantal voedselbanken hier in de omgeving waar wij goederen mee ruilen, waar wij te veel van krijgen. Dat wordt geruild met de andere voedselbanken die dan ook weer te veel hebben. Dus die samenwerking gaat heel erg goed en we vullen elkaars pakket eigenlijk aan. Zijn jullie blij met alles wat er geleverd wordt? We zijn ontzettend blij met alle goederen die we geleverd krijgen. Maar wat eigenlijk niet gezien wordt, zijn bijvoorbeeld de energiekosten die heel erg belangrijk zijn. Wij hebben inmiddels sinds een half jaar een grote koelcel staan. Nou, die vraagt ook een heleboel energie. We zijn bezig voor het bekijken, voor het aanschaffen van een grote vriescel. En dat zijn echt dusdanige kosten die wij niet vergoed krijgen. Daar moeten we dus op een gegeven moment een mogelijkheid verzoeken om hulp vanuit de samenleving om die te kunnen bekosten. Waaronder ook de transportkosten van de vrachtwagen, van de levering die wij op donderdag plaatsvinden, die op donderdag plaatsvindt. Die moet ook bekost worden, ook een bedrag van 6.000 euro. Dat zijn eigenlijk behoorlijke bedragen voor een vrijwilligersorganisatie. En daarom zijn sponsors voor de Voedselbank heel belangrijk. Een van die sponsors is de bakker. Ja, wij maken iedere dag brood en banket. Je ziet, we zijn nu vanavond bezig met het maken van het grootbrood. En dat gaat vannacht morgenochtend vroeg om 5 uur naar de winkels. Het brood wat overblijft gaat terug naar de bakkerij. Dat kan niet meer verkocht worden in de winkels. Want wij verzekeren altijd de klanten dat het dagvers is. Dat brood gooien wij niet weg. Dat sparen wij iedere dag op. Ja, wij geven dat brood al in lengte van jaren, verzameld is, geven wij aan de voedselbank in Spijkenissen. Om zo de mensen daar toch van ambachtelijk brood te voorzien. Ik vind dat heel belangrijk. Wij vinden dat als ambachtelijke bakker zo belangrijk dat wij dat iedere week doen. Helaas is het nodig. Maar om ons steentje bij te dragen aan de samenleving eigenlijk, vinden wij het belangrijk dat ook die mensen lekker brood kunnen eten. En naast dat bedrijven hun overproductie doneren aan de voedselbank, zijn er ook particulieren die dat doen. Dit gebeurt onder andere tijdens een supermarktactie. Hoe dat verloopt, zie je in de volgende aflevering van De Voedselbank. Tot volgende week.